Welkom bij het WK Delfsblauw. Nederland neemt het op tegen China. Eddie Korving hier bezig met de warming-up. Hij strijdt tegen Noi Hilung. Noi won gisteren nipt van Duitsland. Er moet één stuk Delfsblauw aardewerk worden gemaakt, gekleid, beschilderd en tweemaal gebakken in de oven. De spelers zijn klaar en we zijn begonnen. Allereerst moet er een perfecte serviesvorm worden gekleid. Eddie begint met een schaal. En Noi heeft nu al een bord. Ja, hij gaat razendsnel en hij gaat nu al de oven in. Wat een snelheid bij China, ongelooflijk. Eddie heeft zijn schaal klaar. Het is niet de allermooiste schaal geworden, maar het tempo gaat voor. Eddie gaat voor de eerste bakronde. Nu is het wachten op de ovens. Gelukkig niet lang, want het zijn snelle ovens die bakken op 3000 graden. Ja, Noi's oven is als eerste klaar. Het bord ziet er fantastisch uit. Nu moet hij gaan schilderen, een motiefje naar keuze. En hij gaat meteen aan de slag, want China... Nee, wacht eventjes. Noi lijkt een blackout te hebben. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Wel voordeel voor Eddie, want zijn oven is nu ook klaar. En nu kan hij zijn schaal vallen. Hij laat de schaal vallen. Zeg, het lijkt alsof hij de verkeerde panel heeft gebruikt. Ja, nu moet hij de scherven maar bij elkaar zien te zoeken. En dat is geen doen. Eddie moet opnieuw gaan kleien. En hij heeft nog een kans om Noi in te halen. Want Noi is nog steeds verlamd, zo lijkt het. Gaat het Eddie lukken om nog iets nieuws te maken? Noi is op zijn hoofd gaan staan om inspiratie op te doen. Eddie maakt als een razende een bord. En Noi heeft weer inspiratie. Hij gaat meteen aan het schilderen. En ja, nu moet Eddie opschieten. Hij heeft zijn bord al klaar. Hij zet het in de oven. Wat doet Noi? Noi is met 4 kwasten tegelijk aan het schilderen. Technisch buitengewoon fraai. Eddie haalt zijn bord nu al uit de oven. Het is een risico, maar dat moet hij nemen. Noi zet aan de andere kant de laatste puntjes al op de i. Ook Eddie gebruikt de 4 kwasten methode. Wat een prachtige techniek, zeg. Ai, verf op Eddie's bril. Ook dat nog. Niet handig. Hij spuit het bord nu in met glazuur en hij gaat richting oven. Ja, Eddie is nog 1 keer bakken verwijderd van de winst. En ook Noi is klaar. Zijn bord gaat ook de oven in. Wat een bloedstollende wedstrijd. Maar wat doet Eddie daar achter de oven? Hij heeft een pizza. En die doet hij bij het bord in de oven. Ja, ik snap dat je honger hebt, maar dit is natuurlijk niet toegestaan in de wedstrijd. Ik zie de jury strafpunten noteren. Nu gaat het erom wiens oven als eerste klaar is. Ja, het lijkt die van Eddie te zijn. En nee, de pizza is helemaal verbrand. En het bord, hij pakt het zonder handschoenen. Daar gaat het bord aan diggelen. Wat een blamage voor Nederland. Hier zien we in de herhaling hoe Eddie zijn evenwicht verliest. Het bord valt, de oven valt en Eddie valt zelf. Het is niet meer te redden. En Noi haalt ondertussen het bord uit de oven en het is prachtig geworden. Eerlijk is eerlijk, de jury is razend enthousiast. China wint deze verhitte finale hier in Roelofarensveen.